Karin Winters. Oeh, ik vind dit echt helemaal niks, hè. Ik moest de Wie ben ik indienen en toen dacht ik, ja, ik vind het altijd heel vervelend als mensen over mij praten. Ik praat liever over mezelf, maar het is zoveel. Dus deze krijg je er gratis bij je. Ik ben heel blij dat er mensen zijn die al met LearnDash werken, want ik kom kennis halen. Ik kom een klein beetje kennis en ervaring brengen, maar eigenlijk ben ik er nogal redelijk bleu in LearnDash. We zijn er gewoon mee begonnen. Dus wat kan ik wel? Ik kan werken met WordPress. Ik kan werken met WordPress.com. Ik kan aardige plugins installeren. Ik kan vloeken op plugins, omdat ze niet werken. Maar op het moment dat er dan echt zo'n blanco pagina verschijnt en ik moet ergens in WordPress zeggen waar ga je de foutopsporing plaatsvinden, dan moet ik toch wel gaan bellen of mensen gaan roepen op Twitter help. Ik kan bloggen en dat doe ik ruim 10 jaar. En ik denk dat ik een voorsprong heb op mensen die wel online learning willen aanbieden en ontwikkelen, want ik ben ook master leren innoveren. Dus ik heb een onderwijskundige achtergrond. En dat betekent dat ik in staat ben om na te denken, wat zijn de les- en leerdoelen? Hoe ontwikkel je een module die je gewoon in onderwijs zou geven, maar ook gewoon voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dus ik was heel gecharmeerd van het verhaal WordPress voor dummies. Hoe leg je iets uit? Dus dat is een voordeel. Wat ik niet kan, is programmeren. Ik heb zo'n JavaScript-bijbel en daar droog ik bloemetjes in. Ik heb PHP-cursus gevolgd en if then oorzaak en gevolg. Bij mij heeft het nooit gevolgen of de oorzaak is niet goed. Ik kan geen databases beheren. Ik heb ooit wel een Europese digitaal rijbewijs gehaald. Dus Access, volgens mij, met van die schuifdingetjes. En ik ben niet technisch, dus ik ben echt afhankelijk van de goede host als het gaat over WordPress installatie. Zegt iemand nu ga ik weg, want ik zit bij een digibet. Waar ik wel verstand van heb, is van digitale leeromgeving. Ik kom natuurlijk uit onderwijs. Dit zijn allemaal kant-en-klare, hele dure digitale leeromgevingen die in onderwijs en in trainingen gebruikt worden. En LearnDash is een plugin, die kost maar $189. En geen €500.000. De Moodle is dan open, maar ook daar moet je technisch voor zijn. Dus ik heb gekozen voor LearnDash. Waarom? Omdat ik het in eigen beheer kan doen. Ik kan zelf een plugin installeren, LearnDash. Ik kan er vervolgens lekker in gaan zitten knoeien. En er zit een fantastische ondersteuning in. Dus op het moment dat ik iets, een vraag heb bij LearnDash, zit er een forum achter en ik heb ontwikkelwensen, dan wordt er altijd antwoord gestuurd. De updates zijn echt goed. Je krijgt ook rechtstreeks bericht terug. Dus dat vind ik ook wel een voordeel. Ze luisteren naar de klant, want ik heb nogal wat wensen als ik nu we bezig zijn. Het is social learning. We hebben wat extra dingen ingebouwd, zodat mensen ook met elkaar in een groep kunnen communiceren, met een forum. We zien elkaar. We hebben een hele goede combinatie met plugins. Ik kom zo nog wel even terug met de dingen die niet goed gaan. En ik had al gezegd de prijs. Dit is de voorkant van Media Profiel Plus. Gewoon om te laten zien wat we ontwikkeld hebben, waar we mee bezig zijn. Media Profiel Plus is een website die we ontwikkeld hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze vullen eerst een mediaprofiel in, waarin wij een soort van scan maken. Ben je consument op het internet? Produceer je al wat? Ben je een blogger? Ben je een netwerker? Wil je graag contacten leggen? En op grond van de uitkomsten van het mediaprofiel hebben wij een aantal modules ontwikkeld. En die kunnen mensen gewoon kopen. Dus die gaan ons winkeltje in, WooCommerce. En kopen een cursus. We hebben hele lage prijzen, die laat ik niet zien. Want ik moet even gaan ontwikkelen. Dit is op het moment dat een deelnemer is ingelogd. Dat betekent dat de menustructuur aan de zijkant ook echt voor een deelnemer is. Dat ziet er anders uit dan de website die daarvoor zit. Daar zit in dat we een filmpje gemaakt hebben van wat is nou die leeromgeving? Wat ga je voor cursussen volgen? Welke knoppen zitten er? Wanneer ga je naar het volgende hoofdstuk? De modules waar mensen zich op ingeschreven hebben. Ik zal zo laten zien
welke modules het zijn. Roepen jullie tussendoor als je vragen hebt. Ik sta een beetje te zenden. Activiteiten. Dus je kunt, we hebben er een koppeling met BuddyPress in gemaakt, zodat er een forum in is. Mensen kunnen zich aansluiten bij een groep van hun interesse. Maar wij geven in de modules ook opdrachten. Deel je kennis in het forum. Je moet iets maken, deel de link. We hebben hier een LinkedIn-challenge in van 3 weken. Dus mensen die hun online profilering moeten vergroten. Dan doen we starten met een beetje Social Selling Index. Het stelt niks voor, maar het is wel heel leuk, want je ziet dan hoe hoog je scoort. En ze gaan geleidelijk aan in ontwikkeling. Dit is de achterkant. En nu gaan de techneuten, ik ben zo blij dat jullie er zijn, nu gaan de techneuten vast zeggen, man, hoeveel dingen heb je er wel niet in staan? We hebben BuddyBoss als thema. Dat is een van de thema's waar social learning mogelijk gemaakt wordt. Het ziet er ook gelikt uit. Tenminste, ik vond het wel gelikt. LearnDash, WooCommerce in deze, omdat we cursussen online willen verkopen. BuddyPress, dat gaat aan en uit, want soms valt het gewoon om. Om die fora mogelijk te maken, dus om interactie tussen deelnemers mogelijk te maken. Ik heb 2 keer LearnDash staan, sorry, foutje. En we belonen deelnemers bij het afsluiten van modules met een badge. Ik geloof heilig in de gamification van de beoordeling. Ik weet niet, kennen jullie Untappd als app? Mijn man is een fanatiek Untappd gebruiker en ik noem dat de gamification van het alcoholisme. Want hij krijgt per ieder biertje wat hij publiceert en waar hij iets van vindt, krijgt hij een badge. Dus hij spaart drankbadges. Wij doen liever de leerbadges. Die onderste WP-kloon, dat hebben we ontdekt toen de site erin helemaal uitkieperde. Ik deed een leuke backup. Gewoon exporteren en beginnersgeluk. Het ging helemaal fout. Dan moet ik de host vragen, wil je hem terugzetten? Want we hebben niet echt groot onderhoud contracten bij de host. En bij WP-kloon kan ik gewoon de hele site oppakken en desnoods nog een keer ergens anders neerzetten. Dat hebben we nu ook gedaan om de omgeving die af is, ook als omgeving weg te geven of te verkopen. Zitten hier gekke dingen in? Ik ga straks nog wel even wat vragen stellen over de veiligheid en over de AVG die er aankomt en de dingen die fout gaan. Dit is de inhoud. We hebben hier een aantal modules. 1 module hebben we ontwikkeld, mailmores. Ik weet niet of jullie wel eens een keertje een antwoord krijgen van mensen. Reply all. Hebben 70 mensen een mailtje gekregen en iemand is zo verstandig om reply all te doen. De over de schutting mailtjes vanuit het bedrijfsleven. Een manager die zegt, regel dat even en dan gaat het over de schutting. Maar ook, hoe maak je nou een goede mail, het onderwerp, hoe doe je goed onderhoud aan je mailbox? Echt, noem het maar voor de digibeten. Dus als een module mailmores, het kost €29, daar kan je geen buil aan vallen. We hebben een challenge de vaart erin. Dat is een LinkedIn challenge. Ik had een opdracht bij Toyota Material Handling. Dat is een organisatie van vorkheftrucks en steekwagens. En daar zei ik, kan die verkoopmannen van jullie echt wel goed met social selling krijgen. Ik ben zelf niet zo social sellerig. Maar zij hebben een challenge van 3 weken. En in 3 weken krijgen ze iedere dag via LearnDesk van mij een opdracht. Leg contact met 2 mensen die wel in je netwerk passen, maar waar je nog niet bij zit. Het zijn echt, zorg ervoor dat je LinkedIn-profiel in orde is, dat je foto in orde is. Dus iedere keer met stapjes. Dan hebben we challenge lurker laat je horen. Dat is de volgende stap als het gaat over mediaprofielen. Niet alleen maar meelezen op het internet, maar ook dingen gaan doen. Ook deze is in stapjes uitgezet. En dan nog een aantal. Zo ziet een deelnemer de eerste pagina van zijn omgeving. Als we straks tijd hebben, je bent echt nieuwsgierig, dan wil ik het wel laten zien. Ik heb geen live knop nu.
Dat heb je dus straks ook gezien, hè? De uitleg van de leeromgeving en de vaart erin. We hebben een module, de blogger, is opgebouwd op deze manier. Betekent dat als ik met LearnDash ontwikkel, dat ik een module maak die bestaat gewoon uit hoofdstukken, paragrafen en iedere keer een klein stukje. Oh, ben ik al klaar? Nee. Ik heb gezegd, als je een module afsluit, dus met LearnDash een module afsluit, dan kun je een diploma krijgen of een certificaat. Maar wij doen het met badges, omdat ik geloof in de toekomst van de open badges, waarin je ook kunt aantonen dat je niet alleen diploma's in formeel leren, maar ook door middel van informeel leren of zelf leren, badges haalt. En het mooie daarvan is dat de plugin in WordPress ook gewoon werkt. Ik heb al 5 badges. Kan ik mezelf toekennen. En we hebben de koppeling naar een pagina op Credly. Credly is een site waar je naast de badges die je in onze modules kunt halen, ook andere badges kunt binnenhalen. En die zien er iets anders uit. Daarmee kun je ook badges formeel laten erkennen, zodat mensen dat ook echt in hun cv kunnen meenemen. Maar dit is het belangrijkste. We hebben namelijk nogal wat problemen en ontwikkelwensen. We hebben nu iets van 70 actieve deelnemers in één omgeving. En ik heb mijn beveiliging zo sterk ingesteld staan dat als ik een demo geef, de site geblokkeerd wordt, want alle mensen loggen in vanaf hetzelfde IP-adres. Dus daar ga ik hulp bij vragen. We hebben heel veel ontwikkeld, maar als je dat doet op een website, dan kun je niet hele kleine stukjes oppakken. Als je niet kunt programmeren en niet heel diep in die mappen gaat zitten, oppakken en ergens anders hergebruiken. Dus het hergebruik van content is lastig. Het grootste probleem vind ik, en dat zag ik nu weer bij de updates, dat als je heel veel plugins gebruikt en je bent geen programmeur en je kunt ook die foutopsporing niet goed doen, is dat ze elkaar bijten. Dat betekent dat als ik LearnDash geüpdate heb en er is nog niet gewerkt aan bijvoorbeeld BuddyPress om dat te updaten, dan doen dingen het niet of ik krijg die hele vervelende witte pagina's. En we hebben geen telefoonnummer op de site staan. En mensen die leren zelf in hun eigen tijd. Dus ik kan niet 24 uur per dag bij die site zitten om te kijken of het werkt. Dus dat gaat af en toe echt goed fout. De updates zijn dus niet goed getest. En daar ben ik niet goed genoeg in. Dus als er meer LearnDash gebruikers zijn, wil ik heel graag uitwisselen hoe je dat dan wel doet. En ik ben op zoek naar andere hosting. Want ik merk dat hoe meer spullen je op een server zet, als je daar gewoon geen verstand van hebt, dat het volgepompt wordt en die site heel traag wordt. Dat je ook niet met meerdere gebruikers kunt. Dus ja, die hosting is cruciaal. En volgens mij zag ik hier een host staan die dat vast kan verhelpen. En voor onderwijs, maar voor jullie gaat het waarschijnlijk ook op, de AVG. We gebruiken data van deelnemers, in ieder geval namen en e-mailadressen. Dus we moeten ook echt gaan werken aan onze privacyverklaring. We moeten dat ook zichtbaar maken en we moeten ook nadenken over wat laat je van mensen zien en wat bewaar je van mensen en wat gooi je weg. Dus wij zijn nog niet zover dat dat goed geregeld is. Dus ik heb de vraag, iemand zin om te helpen? Kan niet weten. Ja, zie je wel. Was ik te snel? Dat is jullie schuld, hè? Je vraagt namelijk niks tussendoor. En ik raffel. Nou, kom maar dan. Zijn er vragen? Ja, leerlijnict.nl. En als je zou willen kijken, dan mag je bij leerlijnict.nl een account aanmaken, want dan hebben wij een groep aanwaaiers en krijg je een module gratis, want we leggen in die module uit hoe het werkt, dus waar je moet klikken om naar de volgende pagina te gaan, hoofdstuk enzovoort. En we stellen ons ook voor.
En daarmee denken wij ook dat, dat meerdere mensen er gebruik van gaan maken. Ja, dus dat mag gewoon... Is het ook in het buitenland? LearnDash is volgens mij Amerikaans. Dus je kunt zelf die vertaalslag maken. Ik merk dat nog niet alles hier goed in het Nederlands vertaald is. Dus ik heb af en toe nog knoppen waarvan ik denk, oh, dat moet ik even bedenken. Dus het is Amerikaans. Ja, het is eigenlijk een plugin in WordPress. Ja. Heb je dat van tevoren nog vergeleken met andere WordPress-leersystemen, zoals bijvoorbeeld Lifter LMS of zo? We hebben er één bekeken. Even kijken, Elja, die gebruikt een andere. We hebben het één andere bekeken, ook gekocht. Die heb ik ook wel in een demo-omgeving staan. Maar wij vonden dit eigenlijk het meest eenvoudig werk. Want we hebben nu bijvoorbeeld ook templates gemaakt, zodat we hoofdstukken ook heel snel kunnen bouwen. Dat het er allemaal hetzelfde uitziet. Dus ja, dit beviel ons het beste. Ja. Maar het kan zo zijn dat we volgend jaar iets anders tegenkomen. Kunnen we het weer op inhaken? Ja. Hebben we bij Joost gebroken, ik wil dat ze nu aanbieden. Maar zaten hier bij Lifter. Lifter heeft eigenlijk maar één vraag die wil ze aanbieden. Dat is een keuzevraag waarbij je één antwoord kan geven. En LearnDash is in het testsysteem bedoel je? Ja, je kunt zelf quizzen maken. En bij LearnDash heb je echt 6, 7, 8 verschillende vraagtypes die je kan gebruiken. Ja. Dus dat is een veel rijkere leerervaring voor de student. Ja. Plus een plugin, maar die hebben we nu weer teruggegeven. Er is een gamification plugin waarin je in LearnDash bijvoorbeeld ook in plaats van toetsvragen galgje speelt en woordspelletje speelt. Ja, mensen vinden dat in de afwisselingen, variatie, ik weet niet of je wel eens een MOOC gevolgd hebt. Nou, na 3 dagen haak ik af. Tekst, video, reageren op een forum. Dus we zorgen er ook voor dat je heel veel tussentijdse variatie hebt. En dus zo'n spelletje is wel heel leuk. Ja. Hoe zit het verdienmodel in wat jullie aanbieden? We hebben hem bij de Mediaprofiel Plus gewoon per cursus. Dat kan een individuele deelnemer, kan zich inschrijven. En we hebben de prijzen heel laag, omdat we nog echt in die oefen- en testfase zitten. Bij de leerlijn ICT, dat is voor onderwijs, dat gaat op bestuursniveau, op schoolniveau en daar vragen we ontwikkelkosten. Staat gewoon op de site, €3000 voor een klein bestuur, €7500 voor een groot bestuur. En per actieve deelnemer, dus dat is een leraar die modules gaat volgen, is het €125. En dan gaan we er vanuit, we hebben nu een schoolbestuur van 1600 leraren. Ja, daar kunnen wij misschien wel leuke dingen mee gaan doen, ze allemaal actief worden. En wij geloven heel erg, en zeker in onderwijs is dat van belang, dat je geen onderwijsgeld misbruikt. Dat heel helder is wat het kost. We gaan ook niet onderhandelen over €3 meer of minder. Dus staat bij de leerlijn ICT staat gewoon op de site. En deze is echt modulair. Als je graag wilt sparren over de AVG, dan willen wij dat wel met jou oppakken. Ja. Mooi, graag. Had je het net ook over het gebruik van een forum wat jullie doen, om ook nog die manier van leren interactief te maken? Ja. Die zit in de aan iedere module hebben we een forum vasthangen, omdat we daar opdrachten laten publiceren en laten delen wat mensen ontwikkeld hebben. En er zitten groepen in, omdat niet iedere deelnemer tegelijkertijd met dezelfde module bezig is, maar wel van dezelfde organisatie. Dus we hebben 2 varianten van de fora. Groepen waar ze zichzelf bij aansluiten en een verplicht forum in per module. Zit dat in LearnDash? Nee, in BuddyPress. Maar dat is gekoppeld aan LearnDash vast. Dus het is BBPress voor LearnDash. En dat is dan is die geïntegreerd. Wel apart zichtbaar, maar is wel geïntegreerd. Dus ik zie hem in LearnDash bij de modules. Niemand meer? Dank jullie wel. Ik had toch nog één vraag voor jou. Okay. Het opzetten van een LearnDash-omgeving zoals jij het doet met het BuddyBoss-thema. Kun jij een inschatting geven wat mensen jaarlijks aan licentiekosten kwijt zijn? Even kijken, LearnDash is $189. Ik denk dat je zo rond de $300, $350
een aardig eind weg ben, minus de hosting. Dus ik denk 500 euro, of ja, ongeveer 500 euro. Ja, want Buddy Boss is dus ook een thema waarvoor je jaarlijkse licentiekosten betaalt. Ja. En wat heel fijn is, ik werk er zelf ook mee, is dat het Buddy Press en dergelijke en de fora mogelijkheden allemaal al geïntegreerd meelevert. Het is echt bijna een one-click installatie. En dan heb je echt al een social learning omgeving. Dus echt een, ik vind het wel een aanrader. Ik geloof dat WP Elevate werkt ook met deze combi. Hartstikke goed, LearnDash in combinatie met Buddy Boss. Vond het fantastisch, hartstikke leuk. Ik wil je van harte bedanken. Dankjewel. Volgens mij hebben wij nu nog, even kijken, nee, wij zijn... Ik heb ingehaald voor je. Ja, hartstikke goed. Wij gaan op naar de volgende spreker.